Hallo allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is echt op en top herfst. Ik heb een hekel aan de herfst, ik heb een hekel aan kou, ik heb een hekel aan winter. Zo, ik heb er even gezeurd. Mijn zeurpunten zijn weer op van vandaag. Ik heb ze weer allemaal gebruikt. Maar ik heb vandaag lekker, waarom ik dat eigenlijk zeg trouwens, om even terug te komen. Ik ben gelukkig ook helemaal niet geoutje. Ik heb lekker de softboxen aanstaan. Zodat het toch mooi licht heb, want het is buiten dus hartstikke donker. Maar anyway, ik heb vandaag lekker een shopvlog uit Dublin. Je hebt mijn vlog kunnen zien vanuit Dublin. En dan kon je ook zien dat ik best wel wat, trouwens niet vanuit Dublin dat ik dit opneem, maar van Dublin. Begint goed hè, ik word toch zo lekker chaotisch. Maar goed, je kon mijn vlog zien dat ik in Dublin ben geweest. En ik heb daar het een en ander gekocht, weer meer dan dat ik van plan was. Maar goed, that's life en that's life als je vrouwtje heet. In ieder geval gaan we gauw beginnen. Het is niet al te veel, maar het is bij elkaar toch best wel weer veel geld. Ik begin even met wat fashion-achtige dingen en wat souvenir-achtige dingetjes. Ik kocht een Dublin trui. Ik spaar een soort van truien van steden, zeg maar. Ik heb er eentje van New York, ik heb er eentje van Parijs, ik heb er eentje van Londen, ik heb er eentje van Amsterdam. En zo heb ik er een aantal. En zo wilde ik er ook eentje van Dublin. Ze hebben niet die cliché-truien I Love Dublin. Die had ik eigenlijk het liefste gewild, want zo is de rest van mijn collectie ook. Maar goed, ik heb wel deze gekocht en deze heb ik ook lekker in het vliegtuig aangehad. Ik vond het kleurtje leuk, zo'n ja, mosgroen. Ja, mos, is dat mos? Weet niet, gewoon een groen kleurtje met erop Dublin en die trui spaar ik dus en die koop ik eigenlijk liefst in iedere stad. Ik heb een aantal steden niet en dat vind ik heel erg jammer. Maar goed, deze dus wel. Ik kocht ook in het souvenirwinkeltje die je ook in mijn vlog uitgebreid kon zien. Lekkere warme muts. Ik heb altijd al zo'n muts met van die touwtjes willen hebben, gewoon omdat ik dat leuk vind. Ron Wemel in Harry Potter draagt die ook. Hij moet andersom denk ik, ja. Muts, een muts voor een muts. Kijk, oh, dit is al meer Malfides. Die had ook zo'n zwart met grijze muts. En dan kun je die touwtjes zo en dan zit je lekker warm. Dat vond ik gewoon leuk en lekker warm. Hij was wel duur als 22 euro voor zo'n muts. Maar ja, weet je, dit is wel echt handgemaakt door Ier. Ook echt een Iers product. Aaron Tradition, dus gewoon Ierse traditie. En weet je, dan vind ik het ook gewoon leuk. Ik van de winter en dan denk ik terug aan die vakantie, weet je wel. Dus dat vond ik gewoon leuk. Bij de kleding kocht ik ook nog iets bij de H&M. Daar zijn we even snel binnen geweest, want mijn vader had zo genoeg van het winkelen. Wat ik me ook heel goed voor kan stellen. Maar ik kocht dit leuke t-shirt, of ja, blouseje is het eigenlijk meer, met bollens erop. Biba bollen, vond ik leuk. En die heb ik dus gekocht. Uiteraard, anders had ik hem hier niet bij zitten. Ik kocht iets heel schattigs, althans ik vond het schattig. Ik kocht een Guinness kaarsje. Guinness is een beroemd biermerk, of een typisch Iers biermerk. Dat kon je ook in mijn vlog zien, daar heb ik er iets over verteld. En ik kocht er dus een kaarsje van. Dit is gewoon een glas, gewoon zo'n pul. En ja, dat kun je dan zo neerzetten en dan laten branden. En dat vond ik, ja, ik ben een kaarsenfreak. Als je me volgt weet je dat. En dan is er niks leukers vind ik dan zo'n kaarsje mee naar huis te nemen, toch? Ik kocht ook nog twee andere kaarsen. Jelly Belly. Dat zijn van, ja, zijn dat die Jelly Beans? Ik denk niet het officiële merk. Maar deze ruikt naar kers. Heel sterk naar kers. En deze ruikt heel sterk naar blauwe bessen, bosbessen. En scented candle, yes. Want ze ruiken echt heel sterk. Maar ik vind dat wel gewoon leuk als er niemand thuis is, weet je. Dan kan ook niemand gaan zeuren over de stank. Of op mijn kamer kan ik die dan branden. Want mijn broer is het huis uit. Dus ik ga van de week van het weekend denk ik even mijn filmhoekje inrichten op mijn kamer. Mijn kamer, nu. Maar goed, ja, die komen er vast wel ergens te staan. Gaan we nu over op de beauty producten. Ik denk dat de meeste mensen hier toch wel voor kijken. Ik kocht op Schiphol, maar op Eindhoven Airport, de Chanel Chance Autendre Val Hydratant pour le Corps. Dus gewoon een hydraterende ja, body mist eigenlijk met het geurtje van Chance Autendre. Ik heb de gewone Chanel Chance, maar ik vind die Autendre eigenlijk net stiekem misschien wel een tandje lekkerder. Komt ook omdat die gewone Chance mijn sticky geur is, zeg maar. En die heb ik dus al heel lang en hij is nou bijna op. En daarna koop ik hem denk ik eens een keertje niet opnieuw. Maar deze is gewoon makkelijk voor in de tas. Het is een aluminium metalen flesje. Dus die gaat niet zo snel kapot. Ik durf glas niet zo goed in mijn tas te doen. En dit natuurlijk wel. En dan kan ik er tussendoor even lekker bij sprayen. Het is wel echt hydraterend, zeg maar. Het is echt een melk. En er zit natuurlijk heel veel parfum in. Dus in hoeverre het echt hydraterend is uiteindelijk, weet ik niet. Maar het is gewoon een heel lekker geurtje. Gewoon een Chanel Chance Autendre geur.
Dan ben ik bij de Boots geweest. Nee, ik ga trouwens eerst even over op een niet-make-up productje. En dan is daarna lekker allemaal make-up. Ik kocht een tandpasta. Dit is de Arm & Hammer tandpasta Advanced White. En deze hebben ze in Amerika. En ik dacht dus dat ze die alleen in Amerika hadden. En deze werkt naast mijn favoriete van Crest ook gewoon heel erg goed om je tanden witte te maken. Ik had absoluut geen tandpasta nodig, want ik heb er nog 8 op voorraad. Letterlijk 8. Maar ik wilde deze gewoon ook heel graag eens proberen. En ja, dan kan ik die ook gewoon bij de Boots apotheek bestellen. Ik wist helemaal niet dat Boots in Engeland dit überhaupt had. En die ga ik dan gebruiken en dan hoop ik dan het dan een stukje witter worden. Op het moment zijn ze weer een klein beetje geler. Omdat ik dus de laatste tijd niet meer met die Crest heb gepoetst. Want ik wil een andere opmaken. Die van Sensodyne wil ik graag opmaken. Maar anyway, deze die heb ik gekocht. Dan gaan we nu echt over op alle make-up producties. Ik begin ook even wat ik bij de Boots kocht. Ze hadden 3 voor de prijs van 2, maar ik heb 4 producten, want ik had dus eerst deze gekocht. Daar begin ik dan ook maar meteen mee. De Stick Foundation van de Superstay. Deze heb je maar langer over horen praten dat ik hem wilde en dat ik hem niet te pakken kon krijgen. In Engeland zag ik hem en denk ik ga hem kopen. En letterlijk keek ik net bij de kruidvat, toen hadden ze hem bij onze kruidvat ook. En dan was het nog tweede artikel voor 1 euro. Dat was ik goedkoper uit. Er zit een blending sponsje aan de achterkant. Ik heb hem trouwens nu op. Ik weet nog niet wat ik ervan vind. Op het eerste oog niet zo fijn, denk ik. Maar goed, daar ga ik misschien nog wel in de reviewtje op terugkomen. Er zit een sponsje, blending sponsje aan de achterkant. En wat eigenlijk ook best goed werkt. Maar ik ga deze gewoon nog even helemaal uitmelken. Welke kleur is dit trouwens? Kleur 010 Ivory. Ik heb van die gewone foundations de kleur Cameo. En deze is zelfs iets donker. Ik denk niet dat je het ziet. Die kleur Cameo is prima. En deze kleur, ik denk dat ik hem zelfs iets te donker vind. Maar goed, anyway. Ik kocht ook een primer, want ik wil van Maybelline ook. Want ik wil een volledige look maken met Maybelline producten. En dit is de Face Studio Prime Pore Minimizing Primer. Dus gewoon een pore minimaliserende... Ik ben een crimineel. Primer. Voor diezelfde intentie kocht ik ook dit mooie bronzer paletje. Ook van Maybelline Master Bronze Color en Highlighting Kit. En het staat precies op hoe je moet gebruiken. Maar ik ben echt wel capabel om zelf te weten hoe ik bronzer moet gebruiken. Maar deze komt dus in een video online waarin ik dus alleen Maybelline producten gebruik. Want ik vind Maybelline laatst het echt heel erg vooruit gegaan in hun make-up. En dan vind ik dat dat ook geprezen mag worden. Dus die... Tot slot van Maybelline kocht ik nog de Total Temptation Brow Definer. Total Temptation is zo'n nieuwe collectielijn binnen Maybelline. En deze leek me gewoon heel erg fijn. Dit is een wenkbrauwpotloodje. Er zit niet heel veel product in, vind ik. Je betaalt er €11,99 voor. Althans, in Ierland betaalde ik er €11,99. Bij ons zal er iets meer zijn. Maar goed, ik ga hem gewoon proberen en dan ga ik hem ook gebruiken in de video. Ik wil geen first impressions van producten. Ik wil echt producten die ik uitgebreid heb getest. Ik ga ze eerst testen voordat ik ze in de video ga doen. We hebben 2 wat budgetachtige producten en daarna komen we aan bij de wat duurdere dingen. Ik kocht een NYX, Full Color Lip Oil. Dit is dus een gekleurd liplekker, maar dan in een olie. En ik had er meer van verwacht, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb hem in Dublin gedragen bij mijn rode trui die ik dan aan had, dezelfde bordeauxrode kleur. En ik vond hem tegenvallen in de zin van dat ik niet veel merkte van het voedende idee, zeg maar. Dat vond ik tegenvallen. Ik zie ook niet echt olie. Het is ik zal even een close-up van een swatch, handswatch laten zien. Ik vond hem gewoon een beetje tegenvallen. Ik denk van ik had er meer voedende ingrediënten in verwacht. Maar de kleur is daarentegen wel heel erg mooi. Ik ben in een warenhuis geweest waar ik ook die lip oil van NYX heb gekocht. En daar hadden ze Zoeva. En Zoeva vind ik leuk. Ik heb er 1 palet van waar ik niet van over de daken kan schreeuwen. Maar iedereen is er altijd zo enthousiast over. En Nikia Joy, weg met dat plasticje, was ook heel erg enthousiast over dit palet. Dit is het En Taupe palet. En zij was hier heel erg enthousiast over omdat ze dit het mooiste, koele oogschaduwpalet vond dat zij had. En de laatste tijd ben ik steeds meer into de koele kleuren. Ik heb nu redelijk weer, redelijk warme ooglook en zo. Blush en zo. Maar ik ben laatst steeds meer into de koele kleuren. En ik wilde deze wel eens een kans geven. Gewoon weer eens proberen. Want ik heb dus een Zoeva-palet waar ik niet zo heel erg tevreden over ben. En ik denk van iedereen schreeuwt altijd zo over Zoeva. Dat kan toch niet dat ik het dan helemaal niks vind. Misschien wel, maar
ja, ik ga deze nieuw kans geven. En ik heb deze al gedragen. En ook in die look die ik die dag in Dublin op had. En ik ben er heel erg blij mee. Veel beter dan wat eerdere pletten gehad. Ik had gewoon misschien gewoon een miskoop geweest. Kan. Maar deze vind ik wel heel erg fijn. Gaan we over op twee duurdere productjes. Ik kocht een klein Huda Beauty paletje. Huda Beauty is, ik denk een week geleden of zo, uitgekomen met allemaal nieuwe kleine paletjes. Een paarse, een gele geloof, geel, groene, een blauwe, weet ik veel wat. Maar ik heb gekozen voor de rode kleuren. 9 rood-paarsachtige kleuren. 1, 2, 3, 4 matte. Een beetje een, ja, daartussenin ietsje. En 4 mooie metallic shimmery kleuren. En deze heb ik ook gedragen in Dublin al de dag, zeg maar, toen we vertrokken. Dat heb ik niet gefilmd. En ik ben er heel erg tevreden over. En iedereen schreeuwt altijd van Huda Beauty en zo. En ik had zoiets van, ja, dan wil ik het ook gewoon proberen. En kijken van, wat vind ik ervan. En tot nu toe ben ik heel erg tevreden. Maar ik moet hem nog verder gaan proberen en uittesten. Dan, tot slot. Mijn duurste aankoop. Een rip uit mijn lijf. Het Hourglass kerstcollectie paletten. Dit is het Unlocked paletten als het goed is. Ja. Deze is een limited edition voor de kerst. En hier zitten dus 6 kleuren in. Ik heb een tijdje geleden die Ambient Light in Amerika gekocht. In een kleine variant. En ik was er zo tevreden over dat ik denk van, ik wil die gewoon in het groot als die op is. Maar ik zag dit paletten. En ik was verliefd. Die bronzer heb ik vandaag gebruikt. Ik heb deze blush gebruikt. Ik heb deze highlighter gebruikt. En ik heb deze kleur gebruikt onder mijn ogen. Om mijn concealer te zetten. En nou, dat doet hij niet echt voor, maar een beetje op te leven, zeg maar. En hij was duur. Hij was €81. Zei ze dat echt? Ja, dat zei ze echt. Shame, shame, shame. Maar goed. Ja, ik ben er gewoon ontzettend blij mee. En ik ben echt een make-up fan. En dan denk ik van, ja joh. Dat mag toch ook. Het mag toch wel een keer. Kom op. En ik ben er gewoon blij mee stiekem. Ondanks dat die €81 was, heb ik die gekocht. Omdat ik een nogal belachelijk grote aankoop van Hourglass had gedaan, kreeg ik er ook een gratis schattig lipstickje bij. Ik weet niet of je deze... Oh ja, die kun je omhoog draaien. Nou, er zit niet veel product in, maar het is gewoon een sample. En het is zo'n lipcrayon, zo'n lippotloodje. Heel mooi kleurtje. Een beetje MAC Please Me-achtig doet hij me denken. Alleen dan iets roder. MAC Please Me is iets rozer. En MAC Please Me is mat trouwens ook. Maar ik vond het heel leuk dat ik dit erbij kreeg. Mag natuurlijk ook wel als je €81 uitgeeft. Maar goed, anyway, dit was mijn shopblog wat ik allemaal kocht in Dublin. Ik hoop dat je het heel erg leuk vond. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Indruk op de rode knop en je maakt me heel erg blij. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Doei!